aan minister Kenneth Amoxie van Justitie en Politie is er ook de vraag gesteld welke voorzorgsmaatregelen er vanuit het ministerie worden getroffen ten aanzien van de dag van 20 december. Op deze dag zal er vonnis geveld worden in het 8 december strafproces en wel tegen hoofdverdachte Daisy Boutersen. Er is wat spanning in die samenleving nadat er een rapport is uitgelekt. En het gaat in deze om een rapport die een aantal dreigingsscenario's aangeven welke allemaal kunnen plaatsvinden op 20 december. De justitie- en politieminister Kenneth Amoxie ging er als volgt in hierop. Er is een document uitgelekt over mogelijke dreigingsscenario voor 20 december. Moeten we ons zorgen maken om deze dreigingsscenario? Goedemiddag, laat mij nogmaals groeten. U stelt een vraag. Ik kan wel bevestigen dat het document dat u gezien hebt een politiedocument is. Ik geef een analyse weer van wat er allemaal speelt. Maar u ziet ook dat de politie niet stil zit. Toch? Dat de veiligheid van de samenleving, dat een zorg is voor de politie en dat daaraan dus aandacht wordt besteed. Laat mij aangeven dat inderdaad in aanloop naar bepaalde activiteiten die gepland worden, ik denk bijvoorbeeld de NDP zal een massameeting houden. 20 december is er een rechtszitting in de verband met de 8 december moorden. Dan kunt u ook niet van de overheid, van de regering, van de politie, van defensie, noem maar op, verwachten dat we gewoon met gekruiste armen zitten en de zaken afwachten. Dat is het dus niet. En dat u de samenleving zich zorgen zou moeten maken, dat zou ik niet zeggen, omdat zaken gebeuren, maar de politie en de andere veiligheidsinstituten zijn bezig om de orde te kunnen handhaven, om de veiligheid van de gemeenschap te kunnen garanderen. Vandaar dat er inderdaad acties worden ondernomen om zaken in place te brengen, opdat de rechterlijke macht in alle vrijheid zonder erupties, zonder verstoring van de openbare orde, calamiteiten terug te dringen, dat de rechterlijke macht in die sfeer dus haar werk kan doen. Minister, als we dit opmerken, wil ik dus aan zeggen dat er een lekkage is in het instituut. En zo ook wil ik zeggen dat bijvoorbeeld als er bepaalde of andere stappen ondernomen zullen worden, dat die ook gelekt kunnen worden. Is er vanuit uw ministerie al onderzoek? Is er al een onderzoek gaande? Yes. Niet vanuit het ministerie, maar wel vanuit het korps Police Suriname. De korpschef heeft ook al opdrachten gegeven dat zaken onderzocht moeten worden. En we wachten dat resultaat af. En kijk, het is vervelend, het is vervoeilijk dat dit gebeurd is. Omdat een instituut dat de veiligheid moet garanderen, je verwacht niet dat er leden daarbinnen zijn die dus eigenlijk de organisatie tegen de enkels schoppen. Dat verwachten we niet en dit zal grondig worden uitgezocht. Dat mensen via social media, minister, oproepen om die dag thuis te blijven, is dat vergaand? Dat is inderdaad vergaand. Kijk, aan de hand van wat we constateren, gaan we adviezen geven. Aan de president, aan de vicepresident, de RVM, om datgene, naar datgene te handelen wat wij verwachten. Maar we kijken uit wat het wordt. En in het document, minister, praat men over mensen die loyaal zijn naar de heer Boutersen en van daaruit dreigementen kunnen komen. Hoe kijken jullie hier? Ik zou op dit moment niet daarop willen ingaan. Nogmaals, we bereiden alles voor naar onze inzichten, naar onze bevindingen. Maar ik wil niet uitspraken doen naar specifieke groepen of mensen. Minister,
minister, de samenleving is eigenlijk toch wel een beetje in het dilemma. Men weet niet als we bang moeten zijn of als we niet bang moeten zijn. Wat heeft u als minister zelf te zeggen aan dus de mensen die eigenlijk twijfelen aan wat te doen op 20? Laat mij aangeven dat voordat we het weekend, voordat bepaalde zaken gebeuren, dat de politie in de lead natuurlijk, met ondersteuning van Defensie, het leger, dat natuurlijk bij elkaar komen en plannen maken aan de hand van het dreigingsbeeld, maatregelen te treffen, opdat de veiligheid van de gemeenschap, dat calamiteiten, teruggedrongen kunnen worden, opgevangen kunnen worden op de dagen die ik genoemd heb. En ik zou hier niet staan propageren dat mensen gewaarschuwd zijn en dergelijke. Kijk, elke Surinamer, elke volwassene, vrouw, man, we hebben een eigen verantwoordelijkheid. De regering is er om de rechtsstaat te beschermen. Als u verdachte bent, moet u ook bescherming genieten van de overheid. En op die koers varen we. Elke Surinamer moet beschermd worden. Elke Surinamer moet zich beschermd voelen binnen onze landsgrenzen. En op dat kompas varen we. Minister, er wordt in het rapport gesproken over maatregelen in het geval er sprake zou zijn van gevangenneming. Maar er is niet gesproken over in het geval er sprake zou zijn van vrijstaat. Die analyse is niet gemaakt als in het rapport bekend. Ik zal inhoudelijk niet ingaan op wat u daar stelt. Ik ga geen les komen geven hier in strafvordering, maar de rechterlijke macht, het Hof van Justitie treedt op, het Openbaar Ministerie is daar, het Openbaar Ministerie is verantwoordelijk voor na een uitspraak, als het een vrijspraak is, als het een veroordelend vonnis is, dan zijn de instanties specifiek genoemd in de wet die moeten optreden. En vandaar ook, u gaat mij niet horen zeggen van veroordeelde of dergelijke. De verantwoordelijkheden zijn uitgezet in de wet en aan de hand daarvan zullen wij als regering ook optreden.